VVV tegen NAC Breda. Het gaat om de play-offs. VVV staat er goed voor met een vierde plek. Moeten er hele gekke dingen gebeuren, wil VVV het niet gaan halen. NAC moet echt nog aan de bak voor de na-competitie. En ook nog een heel zwaar programma in de laatste fase van het seizoen. Bijna alleen maar ploegen uit het linker rijtje. Eerste kansje voor Venema. Klaassen onder druk gezet door Homarsson. Maatje in de spits van de Zander geeft hem aan Onkba. En die schiet hem werkelijk schitterend binnen. Aimé Onkba. Zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. En wat voor een. Wat een manier om je eerste goal te maken. En Jan van der Gouw helemaal kansloos. Het is een leuke wedstrijd. Niet altijd van het hoogste niveau. Maar vermakelijk is het zeker. Bij NAC twee spelers in de basis die de hele wereld hebben gezien deze week. Cuco Martina met Curaçao in en tegen Argentinië gespeeld. Matthew Garbutt. Die is zelfs in Nieuw-Zeeland geweest voor twee oefeninterlands van zijn land. Nieuw-Zeeland tegen China. NAC niet helemaal op z'n fris, tenminste die twee spelers niet. Maar ze houden prima stand tegen VVV. Homarsson. NAC is heel scherp in die counters van de Zanden. En weer Onkba, nog maar een keer. Nu iets minder. Hij laat mooie dingen zien. Oud jeugdspeler van Feyenoord onder andere ook. Onkba. Venema. Veel komt toch bij hem vandaan. Hij heeft het nog even niet in de eerste helft. Dus een oude maatje bij Jong FC Utrecht. Odi Velanas. 90 minuten op de bank. Bij een NAC in een drijfnatte koel. Omstandigheden zijn zwaar. Begin tweede helft van de Zanden. Maar NAC blijft dreigend. Martina. Ah, dit is wel weer slordig. Zomaar ingeleverd. Overname VVV. Venema. Venema. En ja, daar komt hij zomaar bij Kees de Boer. Het begint bij die mislukte bal van Cuco Martina. Ja, daar moet er nog wat een en ander gebeuren. Goeie actie van Venema. Helemaal bewust naar Kees de Boer. Dat is niet helemaal zeker. En dan NAC weer. Met Homarsson. Het lijkt afgeslagen, maar gaat nog door. Lucassen en Omerson staat er nog. En NAC weer op voorsprong. Goeie goal van Omerson. Let met name op dat ene stapje wat hij daar zet. Knap ook van Lucassen dat hij dat door heeft. VVV doet het goed dit seizoen, maar pakt de meeste punten in uitwedstrijden. Twee van de laatste zes thuiswedstrijden maar gewonnen. En ja, nu toch weer op achterstand. Kan ook een derde met deze poging niks aan doen. En dit is het NAC van vanavond. Druk zetten wanneer het kan. En dat levert weer wat op. Onkba. Garbutt is mee. Garbutt schot gaat naast. Nee, hij gaat niet naast. Hij gaat erin via Simon Jansen. Een eigen doelpunt is dit. Maar Garbutt juicht na die wereldreis. Nu dus een soort van doelpunt. Ja, het is ook geen assist, want deze was echt een meter naast gegaan. Het is vooral heel veel pech voor Simon Jansen. En VVV heeft al nog een half uur om iets aan die achterstand te doen. Maar het echte geloof is er dan wel een beetje uitgeslopen. En ook nog een dubbele wissel aan de kant. VVV gaat de play-offs waarschijnlijk wel halen. Daar doet deze avond niet zoveel aan af. Moet nog een paar punten halen en dan is het zeker. Maar deze overwinning is vooral voor NAC Breda heel belangrijk. Voor de moraal, voor de ranglijst, voor wat niet eigenlijk.